verliezen van Ajax is overkomelijk. Maar doet het, als je zo aan die wedstrijd begint, toch nog wel extra pijn? Ja, ik denk, aangezien je goed in de wedstrijd zit, dan is het zonde dat je hem eigenlijk zo makkelijk en zo simpel weggeeft. En ja, je krijgt ook 4 doelpunten tegen. Verliezen is nooit leuk. En als je dan ook zoveel tegenkrijgt, dan is al helemaal niet leuk. Want eigenlijk was er geen vuiltje aan de hemel tot hun 0-1. Je maakt zelf nog bijna die 1-0. Maar daarna heeft het heel lang geduurd voordat je weer in het spel kwam. Ja, kijk. Hij werd van de lijn gehaald. En daarna geef ik eigenlijk... ik moet veel eerder terugstappen bij dat eerste doelpunt. Bal is vrij. En bij het tweede doelpunt was ik te gretig. Ik stond daarna nog op zijn voet of op zijn hak, waardoor ik uit balans raakte. En ja, hij draait weg voor zijn goal. Dus het zag er 2 keer niet goed uit van mijn kant. En ja, als je dan tegen een team als Ajax zoiets doet, dan sta je gelijk 2-0 achter. En dan wordt het heel moeilijk. En dan hoop je nog zo lang mogelijk de stand 2-0 te houden. En dan, wie weet, scoor je nog de 2-1. En dan worden we misschien ook nog zenuwachtig. Maar ja, dat zat er niet in. En eigenlijk vanaf de penalty werd het, was het wel klaar, denk ik. Alleen na de 4-0 namen ze gas terug, waardoor wij nog redelijk tot kansen en aanvallen kwamen. Maar ja, ik denk dat... Dat we het, ondanks dat het dat hun meer kwaliteit hebben, wat duidelijk is, is het wel een beetje te makkelijk weggegeven vanaf onze kant. Na die 0-3 volgt meteen die 0-4. Ben je dan bang voor een afstraffing? Nou, ik heb hem vorig jaar gehad. En toen stonden wij eigenlijk in de rust 1-0 achter. En we verloren hem 7-0. En het is wel zo van als het 4-0 wordt en je gaat een paar procent minder, dat het bij hun, dan gaan ze er nog makkelijker doorheen op een gegeven moment. Dus, daar moet je wel voor waken en ik denk dat we in ieder geval dat goed hebben gedaan. En ik denk dat we ook tot de laatste seconde voor iedereen die hier in het stadion was, toch nog bleven vechten om in ieder geval zoveel mogelijk doelpunten nog te maken. En je maakt er nog 1, krijg je misschien nog wat kansjes of als je het beter uitspelt krijg je ook nog kansen. Maar we zijn doorgegaan en ik denk dat je moet toch de goede dingen proberen uit te halen. Dus ik denk dat is ook een dingetje. Natuurlijk, doorgaan moet je tot het allerlaatste moment. Maar ik kan me voorstellen dat het lastiger is als je eenmaal weet dat je niets meer aan die achterstand gaat doen. Maar dat was het probleem niet. Er werd nog wel echt gevochten in die laatste fase. Ja, ik denk... ik moet eerlijk zeggen, wel respect voor heel het team dat in ieder geval dat zijn blijven doen. En kijk, op een gegeven moment gaan ze ook met je eer spelen, met je eergevoel. Dus ze hebben er al 4 gescoord. En ik moet ook eerlijk zeggen, dat is wel te veel, want dat doet wel pijn. Maar het kan altijd erger. En ik denk dat het minuut 65 was volgens mij dat de 4-0 kwam. Dus er is nog aardig lang te spelen. En ik denk dat we toch respect kunnen hebben hoe we het laatste half uur, 25 minuten hebben ingevuld. Al voetbal je eigenlijk al een verloren wedstrijd. Maar ik denk dat we wel in ieder geval door zijn blijven gaan tot de laatste seconde. Je eerste nederlaag als Spartaan. Je hebt hem 5 wedstrijden uit kunnen stellen. Dat is op zich niet iets om heel ontevreden over te zijn. Nee, ik denk dat de start van het seizoen is gewoon goed. Laten we zeggen redelijk, want ik denk dat je nog wel hier en daar kon je het nog wel beter spel laten zien. Of er zijn altijd dingen die beter kunnen. Maar ik denk dat we wel redelijk zijn begonnen. Alleen de manier waarop vandaag eigenlijk fout is gegaan, omdat je eigenlijk prima aan de wedstrijd zit. Hun dwingt tot fouten en zelf kansjes creëert. Ja, dan voelt het toch wel heel zuur aan dat je hem zo makkelijk weggeeft. En kijk, van Ajax verliezen dat kan altijd, maar... als je eigenlijk laat zien wat wij hebben laten zien de eerste 25 minuten, half uur. Dan mag je toch wel boos zijn op jezelf. En misschien nog ietsjes extra door de 2 doelpunten waar ik bij betrokken was. Maar dan is het gewoon zonde dat je het eigenlijk zo makkelijk weggeeft. Maar als je dat spel laat zien tegen andere ploegen, heb je dan niet die straf, die dat misschien niet afstraffen. Dan zou je zeggen dat je daar wel de punten tegen gaat pakken. Nou, ik denk dat we vandaag in ieder geval wel hebben laten zien hoe het moet vanuit onze kant. Het is makkelijk zeggen om te zeggen van als je dit laat zien dan win je van de rest. Maar iedereen heeft veel kwaliteit, maar ik denk als je dit laat zien inderdaad tegen de rest, dat je in ieder geval een grote kans hebt om de wedstrijden te gaan winnen. En, dus nogmaals, we moeten gewoon doorgaan hoe wij de eerste 25 minuten hebben gespeeld. En, dat is op dit moment lastig om te zeggen, omdat ik de wedstrijd is net klaar. Maar ik denk dat je nu in ieder geval even de tijd hebt om alles te laten rusten en te werken naar de volgende wedstrijd.